Goedemiddag allemaal, goeiedag. Ik hoef mijn naam niet te zeggen, jullie weten wie ik ben. Ik ga weer een talk doen. En ik wil het over een paar dingen hebben. Ten eerste wil ik jullie ontzettend bedanken voor alle lieve, mooie, fijne, warme reacties. En soms ook, ik zal proberen wat harder te praten, maar als ik in mijn... ik heb de dingen helemaal opengezet. Een zacht muziekje op de achtergrond. En ik heb mijn dingen een beetje gedraaid naar het raam, zodat ik wat meer licht heb. Want het is vandaag geen mooi weer. Het is een beetje een sombere dag, maar wel een goede dag om allerlei binnenactiviteiten te doen. En ik wil ook reacties geven op allerlei op- en aanmerkingen, waarvan sommige leuk zijn en sommige... Nou ja, één iemand reageerde op... dat ik mijn poes, dat die vervelend was. Nou, poezen kunnen niet vervelend zijn. Nou, dat kunnen ze echt heel goed, hè. Ik bedoel, ik weet niet of je echt dieren kent. Ik kan mijn dieren spreken. En daar is die, mijn poes. Het is een schat, hè. Ik ben dol op hem. Het is mijn hartsvriendje op dierenvlak. Maar ik had vroeger een witte poes. En die heette Amber. Die noemden we Api. En zoals jullie weten, wordt er altijd gezegd van een hond. Die heeft... een baas, maar een poes heeft personeel. Nou, dat is ook echt zo. Een poes, die wil altijd iets. Als jij iets wil, wil die het niet. Op het moment dat hij het wil, dan moet jij komen. En dat is de deur open doen. Terwijl ik aan een tolk bezig ben, er is een luikje. Hij kan daar door, maar nee. Is dat vervelend doen? Ik denk een vorm van aandacht vragen. En die witte poes, een van mijn dingen is natuurlijk dat ik heel erg van boeken houd. En ik heb ook heel veel boeken. En als hij aandacht van mij wilde en hij kreeg het niet meteen, wat ging hij dan doen? Dan ging hij naar de boekenkast en dan begon hij gewoon boek, zo terwijl naar mij kijkend, hè, ondertussen zo boeken uit de kast trekkend. Het was niet omdat hij honger had, omdat hij... hij wilde gewoon aandacht. Hij wilde bijvoorbeeld een snoepje. Dus vervelend doen, ze kunnen op een hele indringende manier aandacht vragen. Ik zal natuurlijk mijn poezen nooit straffen. Die krijgen nooit daarvoor. Maar dan zeg ik wel, ja, nu ben je even vervelend. Ze weten het, want ik praat met ze. En ze begrijpen het heel goed. Wanneer ze iets doen wat eigenlijk een beetje... Bijvoorbeeld hun nagels scherpen aan de bank. Dan weten ze ook heel goed dat dat niet mag. Hè, maar dat is ook een manier waarop onze meisjespoes, Sophie, probeert haar zin te krijgen. Nou, terwijl ze echt niks tekort komen. Ook niet aan aandacht. Goed, dat was één ding. Een ander iemand die reageerde, dat vond ik wel heel leuk. Die zei, leuk, dankjewel voor al je talks en zo. En jij moet wel een geweldige kledingkast hebben. Want volgens mij heb je elke keer iets anders aan. Toen dacht ik, dat is leuk, dat merkt ze op. Dat heb ik ook gezegd, heel leuk dat je dat opmerkt. Nou, ik ben eigenlijk op dat vlak bewaarderig. Ik heb natuurlijk heel veel, niet dat ik dat moet verantwoorden aan jullie, maar ik vind het wel leuk om te vertellen... Ik heb natuurlijk een hele tijd heel veel representatieve banen gehad. Hè? Bij presentaties bij de overheid en bij bedrijven en noem maar op. En, dus ik had heel veel representatieve kleding. Mantelpakjes en allerlei mooie blouses en truitjes en zo. En dat op een bepaald moment stop je met dat werk. Maar die kleren zijn nog steeds mooi. Die zijn goed. Dan werk ik niet meer in de tuin hier. In de zomer werk je hier heel veel in de tuin. En dan heb je allemaal hele makkelijk zittende kleren. En die kleren hangen daar. En ze wegdoen. Ik heb al heel veel weggedaan. Maar ze wegdoen is van een aantal dingen gewoon zonde. Past nog steeds. En ze staan nog steeds mooi. En dus ik denk, nou bij mijn talks kan ik af en toe zoiets aandoen. En dat is eigenlijk heel leuk. En het is leuk dat jullie dat zien. Ja, en dat is met kettingjes ook zo, zei ze. Kettingjes, ik heb er een aantal gekregen, hè. 3 stuks van een iemand die mijn talks altijd volgt. En heb ik alles bewaard, denk ik zo, wat ik allemaal in mijn leven aan kettingjes heb gekregen. Vooral ook heel veel toen mijn moeder overleed en van andere mensen. En een paar die ik zelf gekocht heb en waar ik heel erg aan gehecht ben, zoals deze maansteen. Goed, er zit een paar dagen tussen het maken van een talk, want ik ben mijn boek aan het afmaken. Het is eigenlijk al lang geschreven
En omdat er nu een aantal mensen echt heel dringend hebben gevraagd van wanneer kom jij nou eens met je een boek, heb ik nu opeens zo van het moet nu echt gebeuren. Dus ik ben gisteren de afgelopen weken steeds al bezig met alles wat al geschreven is om dat in een goede, op een goede manier te bundelen. Dus het is over de ervaringen in mijn hart die heel bijzonder zijn vanaf dag 1. Maar daar, aan de andere kant is daar de ervaringen in de bovenwereld. Je kunt zeggen het is de boven- en de binnenwereld. En dat ze dus antwoorden voor de bovenwereld, dat ik die dan krijg in mijn binnenwereld, in mijn hart, van mijn gidsen. En de hele ontwikkeling van hoe het begon toen ik voor de eerste keer in mijn hart kon. En nou, dat allemaal. Ook mijn ervaringen met dieren en met mensen die overleden zijn enzovoorts. En ik heb alles allemaal opgeschreven, maar hoe orden je dat? Hè? Dus daar ben ik nu mee bezig. Dus af en toe zal ik niet iedere dag een talk opnemen. Het is heel bijzonder, want ik ben eigenlijk al, het is eigenlijk al jaren bijna klaar, dat boek. Maar op een of andere manier had ik steeds iets van, ja, wat voegt mijn boek nou nog toe? Er is al zoveel. Ik bedoel, elke dag verschijnen er zoveel boeken wereldwijd. Wat kan ik nou nog toevoegen? Maar het is eigenlijk gekomen door deze talks dat jullie mij over die laatste drempel hebben heen geholpen. Ik had toch zo'n beetje een soort, zo van, moet ik dat nou wel doen? Hoe bijzonder is dat nou? Enfin, een beetje twijfels over mijn eigen bedoel. Wat draagt dat nou bij? En eigenlijk door al jullie reacties op deze verhalen, want heel veel van de verhalen die ik vertel, niet alles natuurlijk, maar hebben ook een verbinding met wat er in mijn boek staat. Want mijn boek is eigenlijk een soort afspiegeling van mijn leven. Zeker van de afgelopen 7 jaar. 6, dus het komt uit, dan is het 7 jaar. In ieder geval, jullie hebben me allemaal dat duwtje gegeven door mijn talks te waarderen, waardoor ik het gevoel heb van ja, ik moet het echt doen. Het kan wel inderdaad iets bijdragen. En daar weer op doorbordurend ben ik me gaan realiseren dat mijn ervaring in mijn hart en de weg die ik heb afgelegd, dat die eigenlijk tamelijk uniek is. En dat, ik wil jullie dat vertellen. Ik neem me even een beetje koffie. Omdat ik zie heel veel op social media dat er mensen zijn die je als het ware voorschrijven hoe je pad moet zijn. Hoe jij je dient te bewegen naar de bevrijding van, je, van het aardse, van je lichaam en naar de ziel. En daar zijn ook heel veel boeken over geschreven. Heel veel in de gnosis en de Upanishads en de oude geschriften staat heel veel in. En voor een gedeelte, ik heb heel veel van die boeken ook gelezen, dus ik weet wel waar het over gaat. En toch, het is mooi, het zijn mooie bronnen. Ik zou ze zeker tot je nemen. Het is ook een soort voeding voor je ziel. Maar ga het niet navolgen. Laat je niet verleiden om het pad van iemand anders te gaan lopen. We zijn allemaal een druppel uit de oceaan. We zijn allemaal een vonk van het goddelijke licht, van de goddelijke liefde. We komen allemaal uit dezelfde bron. Iedereen, ieder mens, ieder dier, iedere plant, alles. Eigenlijk alles wat leeft, hè, en alles wat niet leeft ook. Ook je computer, ook je kopje, ook de stenen, alles. En alles vindt zijn eigen weg terug naar de bron. En zoals de schepping is eigenlijk zo mooi, want je zult dat wel weten, er is niet, op de hele aarde niet één mens met eenzelfde vingerafdruk. En misschien dat ze nu met het klonen en met een hybride robotachtige mensen wel creaturen kunnen maken, laat ik het zo maar noemen, die eenzelfde vingerafdruk hebben. Maar de oorspronkelijke, de puur zangmens, de pure bloedmens, waar niks aan allerlei toestanden aan is versleuteld en waar geen technologie is in aangebracht, gewoon de mens zoals ze eigenlijk gecreëerd is in de schepping, ook al is er steeds van alles aan veranderd, heeft ieder mens een unieke vingerafdruk. Er is geen ander op deze wereld die dezelfde afdruk heeft dan ik. Kun je nagaan.
hoe iets zo onbelangrijks als je vingerafdruk. Dat is natuurlijk niet uitgevonden zodat de politie je zou kunnen opsporen. Daar is het niet voor bedoeld. Het is gewoon een soort, voor ons allemaal een soort weten dat we uniek zijn. Ook een eigen tweelingen hebben een unieke vingerafdruk. Dus met die wetenschap kun je dus weten dat ieder vonkje van de bron is uniek. Dus ook ieder pad wat ieder vonkje gaat in zijn terugvinden van wie die werkelijk is, in het terug opgaan en omhoog gaan betekent bewuster worden. In het terug bewuster worden is uniek. En laat je niet in de val lokken door te denken dat jouw pad niet goed is als je leest hoe het pad van een ander is. Ik heb dat ook heel lang gedacht, hè, want een van de dingen die je op heel veel van heel veel mensen leest en hoort, is als je in je hart gaat, kom je in de onmetelijke stilte. In de pure stilte. Nou, dat is mij ook wel een paar keer gebeurd. Maar daarna ben ik in mijn hart terechtgekomen waar een hele wereld zich begon te ontvouwen. En natuurlijk zullen er nu mensen zijn die zeggen, dat is je fantasie. Dat zei ik zelf ook. Ik zei in het begin, nou, dat is allemaal mijn fantasie. Ik ben best een sterke denker. En ik heb een redelijk goede denkgeest ontwikkeld in al die jaren. Dus mijn rationele kant is echt niet weggeduwd of zo. Helemaal niet. Die is heel belangrijk. Overigens is een van de onderwerpen in mijn boek is ook denken. Want ik heb uiteindelijk van mijn gids een hele inhoudsopgave gekregen. Wat er allemaal in dat boek moet. En denken is een onderwerp. En dat vond ik toen heel raar. Ik zei, maar dat is helemaal niet goed als je het pad van je hart volgt. Die zei, dat is wel zo. Die twee horen samen te werken. De mensen die nu zeggen dat het denken fout is, die zijn ook niet goed bezig. Het is altijd in balans. Je hebt niks gekregen wat nutteloos is. Alles is zinvol, ook je denken. Fijn, ze hebben mij geleerd waar het zinvol is. Maar ik ben dus best een sterke denker. Dus dat denkproces van mij ging onmiddellijk aan de slag. Van ja, maar dit kan niet, dit is fantasie. Je verzint het, je hebt zo'n creatieve geest enzovoorts. En mijn gidsen zeiden, het is, je fantasie is je creator-instrument. Dat is eigenlijk de kern van de schepper waar je uitkomt. Je creatiekracht, je fantasie. En zei ik, maar is dat mijn fantasie? Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet, zei hij dan. En want ik dacht steeds van, nee, het is te gek, hè. Ik bedoel, ik had helemaal niet het gevoel dat ik het zelf deed. Het gebeurde gewoon. Ik kwam erin en het was er. Er was een huis. Daar woonden engelen. Er ontstonden allemaal huizen van alle mensen die ik ooit in mijn hart heb gesloten. En daar bleken er dus heel erg veel te zijn. En daar ontstond een hele wereld met allerlei dingen. Fijn, dat beschrijf ik allemaal in dat boek. En dan las ik ondertussen al die andere dingen van al die mensen die in de stilte en het pad van. En dat is totaal anders dan mijn pad. En ik heb zoveel getwijfeld of mijn pad, of ik toch niet in een of andere valkuil was gestapt. Of me had laten verleiden door een of andere verkeerde geest. Maar nee, mijn gidsen en uiteindelijk als een soort, ja, kers op de taart, maar dat klinkt weer zo, kreeg ik als laatste gids Jezus. En ik twijfelde dus ook de hele tijd, ben jij wel echte Jezus? Hij zei, ja, ik ben de echte Jezus, absoluut. Hij heeft me verteld over de groep ziel Jezus, dat er 12 zielen zijn in dit geval. Zoals wij allemaal 12 delen van ons hebben die in de wereld zijn en die bij onze ziel horen. Hij heeft me eigenlijk ook ervan weten te overtuigen dat wat bij mij allemaal in mijn hart gebeurt, dat dat allemaal echt is en waar en oprecht. En nee, het is niet een verkeerd pad en ik ben niet misleid. De plek waar je naar binnen gaat is in je hart en iedereen moet dat doen en iedereen zal daar zijn eigen unieke ervaring hebben. Ik heb dit voorjaar 2 meditatiecursussen gegeven om mensen te leren in hun hart te komen. En een van de mensen die dat volgde, die kreeg in haar hart contact met elementalen, met natuurwezens. Die ze dus allemaal daar zag en waar ze mee kon praten en het maakte haar zo blij. Ze was zo ontroerd toen dat gebeurde. En eigenlijk is het heel logisch, want zij was iemand met een biologisch dynamische boerderij hier. Zonder dieren, maar met
voor zover ik weet. Maar ze, ze kweekte alles. Ze was zo betrokken bij de natuur. Ze had altijd zo'n binding. En ze had een gevoel voor planten. En dus ze heeft een band met natuurwezens die allemaal ook een zorg voor planten, voor dieren, voor de wateren hebben. He, de kabouters bestaan echt en de elfjes ook. En zij had daar dus, heeft daar dus een band mee. En toen zag ze ook dat het iets ouds is uit heel veel levens. En zij krijgt dus een heel ander pad als haar hart volgt dan ik. Want zij is uniek. Dus misschien hoort het bij de kerntaken van haar ziel. En dan zijn er natuurlijk allerlei mensen die zeggen, dit is allemaal afleiding en dit is allemaal onzin. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je met het verlangen naar de hereniging met de bron. Maar mijn ervaring is niet zo. Ik wil die ervaringen van die mensen helemaal niet teniet doen. Ik denk dat die heel belangrijk zijn en heel bijzonder. Maar die zijn van hen en niet van mij. Ik heb mijn pad en zij hebben hun pad. Want ik weet wel dat de grote creator, waarom is dit er allemaal? Waarom is er de wereld met al die, het universum met alle planeten en alles wat er is? Nou, de creator heeft dus middels alle vonkjes die hij uitgestuurd heeft en die allerlei vormen hebben aangenomen, in de vorm van planeten, in de vorm van zielen, in de vorm van mensen, natuurwezens, dieren, planten, noem het maar op, kristallen, water. Dat is, alles is een sprankeltje van die grote creator. En die grote creator wilde ervaren. Dus hij heeft al die sprankeltjes erop uitgestuurd van ga en ervaar. En bij sommigen heeft hij het geheugen, die gingen door een totale geheugenwissing heen, maar bij anderen is dat niet zo. Er zijn ook plekken in het universum waar je met bewustzijn van al je ervaringen een nieuwe ervaring opdoet. En er zijn er bij plaatsen waar je half bewust bent van je vorige ervaringen. En de aarde is de plek met het laagste bewustzijn, met het sterkste sluier van vergetelheid, maar ook met de sterkste vrije wil. En hij heeft dus allerlei situaties laten creëren door al die vonkjes. Dus we hebben allemaal als stukje van hem allerlei dingen gecreëerd. En we hebben als een stukje van hem allemaal wegen ontdekt om terug bij hem te komen. Bij haar eigenlijk. Want als er al een, zoals je in het Hidden Hand interview kunt lezen, als God al een gender zou hebben, was het een vrouw. Dus haar klopt ook natuurlijk helemaal met wat ik in een vorige talk zei. Je bent, als vrouw sta je dichter bij het scheppende. Maar goed, dus wij kiezen allemaal onze eigen weg. Dus laat je niet van je pad afhalen door de prachtige verhalen van anderen. Ook mijn verhaal is niet dat van jullie. Hè. Het is mijn verhaal, mijn ervaring. Het enige wat ik kan doen, is jullie tips geven hoe je in je hart kan komen. Hoe je daar kunt ontdekken wat er is. Hoe je je schaduwdelen kunt helen. Hoe je al je oude trauma's kunt helen. Dat kan ik je allemaal adviezen voor geven. Ik kan het niet voor je doen. Ik ga natuurlijk ook nog een keer weer over gezondheid praten en zo. Over dit soort dingen. Maar dit is dus echt over, wees trouw aan jezelf. Ontdek wat jouw weg is. En als er dingen gebeuren die niet passen in het plaatje van wat anderen hebben gezegd, loop er niet van weg. Want dan is dat waarschijnlijk, dat is jouw pad. Zolang het maar vanuit in je hart gebeurt, of door je hart heen gebeurt, hoef je niet bang te zijn. Hoef je niet te twijfelen. Ik wil nog steeds wel ook een waarschuwing geven voor channelen. Ik weet dat er heel veel mensen op dit moment daarmee bezig zijn. En er zitten natuurlijk goede bij. Maar channelen is echt een heel riskante onderneming. En dat is omdat het channelen gaat via je geest en niet via je hart. Je stelt je geest open en je geest is makkelijk te misleiden. In je hart kan dat niet, maar je geest wel. En entiteiten kunnen zich ontzettend lang voordoen als goed en behulpzaam en noem het maar op. Maar ze kunnen je ook enorm misleiden.
En zich voordoen als iemand die ze niet zijn. En je weet bijvoorbeeld bij channelings, als je een channels geven vaak data en even events die gaan gebeuren. En tijdstippen en plaatsen. En daar moet je dus, dan weet je meteen dat je fout zit, want dat gebeurt nooit. Dat gebeurt nooit met iemand die echt is. De echte belangrijke bronnen geven nooit tijdstippen of data of wat voor soort event het zal zijn. Dat doen ze niet. Ik krijg in mijn hart ook nooit data. En ik heb er vaak om gevraagd. Maar ik krijg het niet. Je zult het wel zien als het zover is. Is het antwoord wat je meestal krijgt. Toen mij werd gezegd van je gaat nog een keer iemand ontmoeten die bij je past. Dan dacht ik, nou, dat zit eraan te komen. Dat duurde dus nog 3 jaar, hè. Dus je denkt dan zelf dat het snel is, maar tijd voor ons is iets heel anders dan tijd aan de andere kant. Maar terug te komen, dus als je channelt, wees daar uitermate voorzichtig mee. Bouw een beschermingslaag. Probeer het via je hart te doen. Vraag de hulp aan je lichtteam, aan je engelen en je gidsen om je te helpen, zodat het zuiver blijft. Want iemand vroeg mij ook een keer, en dat wil ik daar wel een stukje aan toevoegen, of mensen die in de psychiatrie zijn opgenomen, of dat allemaal, en die dus psychotisch zijn, en psychoses hebben, en entiteiten kunnen waarnemen, en of dat allemaal positief is. Dat zijn eigenlijk miskende mediums. Nou, dat is voor sommigen wel zo, maar voor een groot deel ook echt niet zo. Zeker niet zo. Het zijn allemaal wel high sensitive persons, hè? Dus mensen met een hele hoge spirituele openheid. Dat hebben ze eigenlijk allemaal. Behalve natuurlijk de psychopaten en zo. Maar de andere allemaal, mensen die dus psychoses hebben, zijn vaak hele hooggevoelige mensen. Maar met die hooggevoeligheid kunnen ze dus zowel het goede als het kwade aantrekken. En ik heb lang genoeg in de psychiatrie gewerkt om te weten dat er dus mensen daar waren die absoluut, je zou kunnen zeggen, bezeten waren door negatieve entiteiten. Die hen aanzetten om dingen te doen wat een positieve entiteit never, nooit zou doen. Ik heb meegemaakt dat er een mevrouw was die dus constant te horen kreeg van haar stemmen, hè, soms zijn dat positieve stemmen, maar bij haar niet, dat ze haar probeerde te vergiftigen. Je wordt vergiftigd hier. En dan, wat ging ze dan doen? Ze ging al haar voedsel, wat ze moest opeten, afspoelen onder de kraan. Dus die entiteiten zeiden ook tegen haar, maar als je het goed afspoelt, dan is het eraf. Dus de boterhammen werden onder de kraan afgespoeld. Kan je nagaan hoe dat er allemaal uitziet, hè? En hoe dat smaakt. De kaas, alles, hè? Het warme eten op het bord onder de kraan. Bedoel, je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk nooit adviezen zijn die gegeven worden door een positieve entiteit. Zo heb ik ook meegemaakt dat er mensen waren die boodschappen kregen dat ze voortdurend afgeluisterd werden. Dat het ziekenhuis eigenlijk een grote afdeling van de CIA was. En dat het verborgen, allemaal vol met verborgen zenders zat. Dat was in de eind 80er jaren. Ik denk dat die bases er toen wel waren, maar niet daar. maar deze man was ontzettend bang. Hoorde voortdurend berichten op de radio voor hem. Over moordaanslagen die op hem gepleegd zouden worden en noem maar op. Nou, dit kunnen nooit positieve entiteiten zijn die dat doen. Hè. Toch had deze... Nee, het was niet deze man... deze mensen hebben zoveel angsten door wat ze meemaken en wat voortdurend hun leven binnendringt via stemmen, via gevoelens, via beelden. En dat zijn beslist geen positieve entiteiten. Daarnaast kende ik ook wel iemand en die had dus wel voorspellende gaven. Dus die kon allerlei dingen voorspellen. En die kon ook allerlei dingen doorzien. Maar die man was ook eigenlijk de hele tijd in een soort toestand van psychose. En een andere man, die kon als hij psychotisch was, die schilderde. En hij schilderde eigenlijk prachtige dingen. En wat ik wel deed, want ik begon daar met een groep. En wij deden dus allemaal creatieve activiteiten. Het was een groep
bijna allemaal schizofrene mannen. Lang verblijfpatiënten. Patiënten die niet op zichzelf konden wonen, die niet zelfstandig konden wonen. En die woonden daar op een gesloten afdeling, hadden ook bijna allemaal een kerfstok. Laten we het zomaar even noemen. Dus hadden we bijna altijd allemaal, waren daar geplaatst met een rechterlijke machtiging of een inbewaringstelling. Wat een juridische term is. Ik moet nu weer even een deur open doen voor een poes. Moet Sofietje? Wil jij hier zo? Kom maar. En ik werkte daar en daar waren dus continu van mensen die dus zulke angsten hadden en zulke aanvallen. En die man die, dus ik, mijn taak was activiteiten met die mensen doen, zo begon het. En ik deed dat, het was eigenlijk een koffieruimte waar alleen maar werd koffie gedronken en gerookt, dat mocht toen nog, en de krant gelezen. En die mensen zaten daar gewoon de hele dag en er gebeurde eigenlijk niks. En ik ben toen met ze begonnen om allerlei activiteiten te ontwikkelen die zinvol waren voor ze. Dus we begonnen met oude meubeltjes op te knappen. En ook met schilderen. En mensen leren echt schilderen. Hoe ze echt een schilderij konden maken. En die ene man die schilderde sowieso al heel veel. En die maakte prachtige schilderijen, maar in zijn psychose was het nooit goed genoeg. Dus dan schilderde die door tot het schilderij helemaal zwart was. Dus ik heb in die tijd echt wel schilderijen onder zijn handen vandaan gehaald. En nu denk ik van, mag je dat wel doen eigenlijk? Is misschien niet integer, maar daardoor heb ik nog steeds een schilderijtje van hem, wat niet helemaal tot zwart is geschilderd. En deze man had in zijn onbewolkte dagen, want je kunt bijna zeggen zo'n psychotische periode, is een soort constante regen en storm situatie met hele dikke grijze wolken. En zo af en toe heeft zo iemand een opklaring. En als deze man een dag had met opklaringen, dan maakte hij schilderijen zo mooi, zo prachtig, zo creatief. Maar de volgende dag was die bui weer weg, was die opklaring weer weg. En dan ging hij dat schilderij verbeteren. En dat verbeterde het natuurlijk niet. Het werd alleen maar, het eindigde dus gewoon zwart. En dus we hebben toen wel wat schilderijen gered. Hij heeft zelfs nog eens meegedaan aan een expositie in Zeist van kunst van mensen uit de psychiatrie, waar prachtige dingen bij waren. En waar Rudy van de Hoofdakker, psychiater, Rutger Kopland, een lezing hield. Want Rutger Kopland is natuurlijk iemand die zelf psychiater was en daarnaast dichter. Dus hij combineerde die twee. En eigenlijk heb je patiënten die hun ziekte combineren met kunst. Want er zitten fantastische kunstenaars onder psychiatrische patiënten. We hebben zelfs iemand een tijd lang in behandeling gehad, waar een psychiater dus steeds gesprekken mee voerde. En waarvan hij zei, ik ga die man toch niet die zware middelen geven, want dan raakt zijn creativiteit opgedroogd. Want dat is wel wat heel veel van deze chemische middelen doen. Die stoppen dat proces van jouw innerlijke creativiteit. En deze psychiater was een heel wijs mens en die zag dat en die overlegde voortdurend met deze kunstenaar van, we kunnen je een klein beetje dit geven om je verschrikkelijke suïcidale gedachten wat af te remmen, maar we doen het niet te sterk, want dan raak je creativiteit kwijt. Goed, dat is even daarover. Maar dus even terug over die psychotische mensen. Ik heb dus ook mensen, er was ook een man en die werd gewoon de hele tijd achterna gezeten door geesten. Verschrikkelijk. Die man was zo bang. Die kleedde zich in cowboykleding. Zijn ouders, zijn broer woonde in Amerika en die kreeg van zijn ouders een volledige echte Amerikaanse cowboy uitrusting met laarzen, broek, holster met revolvers en zo. Natuurlijk geen echte revolvers uiteraard. En zo'n hoed. En die man die had dus ook altijd een spiegel bij zich. En die ging ergens zitten en dan zette die spiegel zo dat hij achter zich kon kijken. En dan vroeg je aan hem van, waar doe je dat voor? En dan zei hij, dat is omdat ik ze kan zien aankomen. Die snerpgeesten die me altijd willen pakken. En zijn uitrusting was daar ook voor, zijn revolvers, wat speelgoeddingetjes waren, om ze op afstand te houden. Nou, je kunt je voorstellen als dit
een toegang is tot de geestenwereld, dan zijn dat dus geen goede geesten die iemand zoveel angst bezorgen. Deze man die rende soms bijna naakt door de gang achterna gezeten door deze geesten. Nou, dat zijn dus allemaal negatieve entiteiten. En er waren dus ook wel mensen die daar gekomen waren nadat ze bezig waren geweest met activiteiten als glaasje draaien. Het Wicca-bord is dat, geloof ik. Hè? Zo'n bord met letters erop. En dan doe je zo op een tafel en dan hou je samen een glas vast. En dan komen er entiteiten en die gaan spreken via dat. Nou, er waren dus mensen en die daaraan meegedaan hadden. En sinds die tijd hadden die dus entiteiten bij zich. Waardoor ze dus continu psychotisch waren en hele gekke dingen deden. En soms hele vreselijke dingen. Ik heb ook meegemaakt dat een jonge vrouw onder invloed van van zulke entiteiten haar zusje vermoord heeft. In een psychose. Hè, omgebracht. En zodra ze dus uit die psychose was en nuchter werd, vreselijk, kon ze niet aanvaarden wat ze gedaan had. Zo verschrikkelijk. Dan was het weer gewoon die aardige, leuke mevrouw, een jonge vrouw. En haar psychose werd een vlucht, want ze kon in de werkelijkheid niet aan wat ze gedaan had. Uiteindelijk werd die psychose toch behandeld, dus het verdween. En ze kon toen niet leven met de realiteit. En ze heeft zichzelf van het leven benomen. Nou, je kunt dus voorstellen dat al de entiteiten die dit soort dingen teweeg brengen, zijn geen positieve entiteiten. En dat is het risico van channelen en van dit soort van spelletjes, hè, waarmee je een beetje met de geestenwereld aan het spelen bent. Ik zou zeggen, doe dat nooit. Dit is wel een streng advies, doe dat nooit. Blijf daar weg van. Ga in je hart en daar kun je contact maken met de mooiste entiteiten, maar die zijn allemaal echt en die hebben alleen maar één doel en dat is om jou op je goede pad te houden en om je te helpen. En daar zit niemand die je kwaad wil doen, echt niemand. In je hart is dat onmogelijk. En dan kun je natuurlijk zeggen over die ervaringen met van die mensen, dat misschien wel hun oorzaak en gevolg leven is. Dat is ook heel goed mogelijk, natuurlijk. Het kan heel goed zijn dat iemand met dit te ondergaan iets weer terug in balans brengt, wat hij ooit uit balans heeft gebracht. Maar toch, ik zou het toch liever op een andere manier doen. Dat is ook zo, hè. Je dingen in balans brengen kan op heel veel verschillende manieren. En het is niet zo dat er een ijzeren wet is van dat het op die manier moet, hè. Je kunt, zoals ik al in mijn vorige talk zei, als je mensen kunt vergeven die ooit dingen hebben gedaan die jou getraumatiseerd hebben of gekwetst, dan kun je daarmee het al oplossen. Dan hoef je niet, dan verbreek je daarmee die keten van oorzaak en gevolg, van karma eigenlijk. En dan hoef je niet terug om alsnog een leven met die persoon te leiden en om alles terug in balans te brengen. Dus dat geldt ook als je zelf dingen hebt gedaan waar je niet blij mee bent of trots op bent. Je kunt zelf die dingen in je hart helen. Je kunt die persoon waar jij iets aan hebt gedaan. We hebben natuurlijk ook allemaal onze eigen kerfstok. Voor de een is dat een heel klein, is het een luciferstokje. En voor de ander is het een bezemsteel. Ik bedoel, en daar gaan wij niet over. Wie ben ik om daarover te oordelen? Ik ga over mijn eigen kerfstok en ik moet die oplossen. Als je die dus wil oplossen, kun je dus die personen in je hart uitnodigen en hen vertellen dat het je ontzettend spijt, dat je dat zo graag anders had willen doen, dat je het anders zou hebben gedaan als je toen maar had geweten wat je nu weet. Want zo is het ook, hè? Je was vaak nog onbewust, onschuldig, deed mee met wat normaal was. En pas nu weet je dat het niet zo goed was wat je deed. Nou, dat kun je echt rechtzetten op die manier. Als je dat van harte doet. Van harte betekent dus uit je hart, niet uit je denkgeest. Als je die dingen van harte doet, doorbreek je ook die keten van oorzaak en gevolg. Van dat je terug zou moeten. En ik zou zeggen, doe dat. Want waarom zou je terug willen? Je kunt beter verder naar leukere plaatsen. Goed, en nog even terug, want de tijd is weer al bijna op. Blijf dus trouw aan jouw pad. Misschien heb jij wel een super uniek pad wat niemand anders heeft. Laat je niet van je wijs brengen
Laat je niet van je eigen stroom brengen. Toets in je hart of het allemaal klopt. En blijf daar trouw aan. Dat is eigenlijk wat de bedoeling is. Iedere ziel heeft zijn eigen manier om terug te gaan naar de bron. En er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er zijn nog veel meer wegen die naar de bron leiden. En jij hebt jouw unieke weg. En wees daar trouw aan. Oké, nou, ik wens jullie een hele fijne dag. En een heel fijn weekend, want deze zal pas opgeladen zijn als het weekend begonnen is. En tot de volgende. En dankjewel voor het liken, voor het delen, voor de positieve commentaren en ook voor de, als je ergens last van hebt. Of, nou ja, en als je een negatief commentaar wil geven, mag ook. I don't care. Oké. Tot de volgende.